Welkom. Ik ga jullie mijn huis laten zien. Dus welkom zou ik zeggen. Hallo Ada, ik ben Walid. Ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Amsterdam-West. Ik woon hier al ook 20 jaar, al sinds mijn geboorte. Ik woon hier samen met mijn moeder, mijn broer. En tot nu toe vind ik het nog steeds erg gezellig. Ik kan het met alles over ze hebben. Voor de rest werk ik bij Lidl, een supermarktje. Het begon als een bijbaantje, maar ze hebben me fulltime ingepland. Dus nu ben ik daar elke dag. Dit is dus het woonkamer van het huis. Hier ontvangen we eigenlijk alle familie en vrienden. Oké, we hebben dus vier kamers. We wonen hier met z'n drieën. Ik, mijn broer en mijn moeder. En nu laat ik jullie alvast mijn kamer zien. Oké, dus dit is mijn kamer. Het is niet zo groot, maar eigenlijk gebruik ik maar twee dingen. Mijn computer en mijn tv. We wonen dus op twee hoog. Zoals je ziet hebben we genoeg groen, genoeg grijs, genoeg bruin, alle kleuren. Oké, dit is mijn moeder. Hey, hallo, ik ben de moeder van Walid, ik heet Nina. En ik heb nog een andere jongen de oudste. Ik heb ze eigenlijk alleen opgevoed en ik ben echt trots op mezelf. Want ik kon het dat alleen zelf doen. Ja, dit is mijn moeder. Die leeft nog in Marokko. Ik mis haar, want ik zie haar één keer per jaar. Ze heeft mij goed opgevoed. En dit was dus de gedisciplineerde vrouw dat haar eigenlijk heeft opgevoed, zodat ze mij kon opvoeden. Wat ik belangrijk vind in ouderen, is dat zij ons wijsheid in ons leven brengen. Natuurlijk word ik later ook zelf ouder, ik hoop het. Ik weet dat we niet zonder de ouderen kunnen. Ik weet nog dat ik bij de Albert Heijn supermarkt werkte. Ik was eigenlijk verslaafd aan roken. En er kwam een oudere man naar me toe. Ik heb het vaker gehoord, stop met roken, niet doen. Maar toen, op het moment hoe nuchter hij het zei, Jonne, wat jij doet is slecht. Probeer te stoppen met roken. Vanaf dat moment kon ik niet meer inhaleren. Ik liet het eigenlijk al los. Ik weet niet waarom, maar ik voel me altijd ontspannen en relaxed tegenover ouderen. Ze hebben me veel wijsheid bijgebracht. En eigenlijk ook behoed van vele fouten. Voordat ik het filmpje van Josephine zag, ik wist echt niet hoe het eraan toe was in een land zoals Kenia. Ik wist dat ze het moeilijk hadden, maar niet zo moeilijk. Als ik de ouderen hier in Nederland zou moeten vergelijken met de ouderen in Kenia, zou ik wel zeggen dat het natuurlijk hier in Nederland beter is, maar ik heb wel het gevoel dat het aan het verslechteren is. Vooral als ik zie hoe de respect van de jongeren tegenover de ouderen is, zie ik dat het achteruit gaat. Ik roep al onze politici, lokaal en nationaal, om als kampioenen te tonen en ervoor te zorgen dat ouderen over de gehele wereld gelijkwaardig worden behandeld. En dat zij meetellen en volledig worden betrokken in het nieuwe Europese ontwikkelingshulpbeleid. Ik vind het belangrijk voor Walid, maar ook de anderen respect hebben voor de ouderen. Ada is nu ook in Nederland.